Ik krijg de laatste tijd steeds meer verzoeken om toch meer trance video's te maken. En ook alweer de volgende video was ongelooflijk goed ontvangen. Dus maak ik er weer een en ga ik het vast terugbrengen op Twinity. De trance video's komen dus nu wekelijks 1 of 2 keer weer online. En met de aankomende trance video die op dit moment precies 1 maand verwijderd is van ons, is het ook heel interessant om over alle speculaties die nu al gaande zijn bij alle topclubs over de hele wereld te gaan praten. Ik heb zin in de video van vandaag, hopelijk hebben jullie er ook zin in. Doen jullie vast een blaadje omhoog en laten we maar snel beginnen. Ben je overigens nog op zoek naar voetbalshirts om voor de kerst te halen voor jouw volgende seizoen of na de winterstop? Ga dan vooral naar gogolfshop.com en gebruik de code TWINITY voor een extra korting bovenop jouw aankopen. Doe dat dan vooral. En laten we gewoon snel beginnen. Ik wil beginnen met Blind. Blind is natuurlijk best wel een leuke speler. Bij het Nederlands elftal speelt hij redelijk. Ik vind hem een van de betere. Maar bij Manchester United krijgt hij steeds minder speeltijd. Op rechts Valencia doet het heel goed. Op links Ashley Young doet het enorm goed de afgelopen wedstrijden. Scoorde ook weer 2 keer. Tegen Watford was dat, daar wonnen ze met 4-2. Deze week was dat een vrije trap en nog een ander mooi doelpunt. Die speelt ook enorm goed. Blind kan wel op het middenveld spelen, maar ja, kijk naar het middenveld van United. Matic, Pogba, dat zijn eigenlijk de spelers waar hij ook op zou moeten staan op die positie. En daar ja, is hij nou ook niet eigenlijk even goed. Snap je, Blind is gewoon minder dan spelers Matic, Pogba, Herrera ook. Dus hij gaat niet meer spelen bij United. Dat is jammer voor Blind, maar ik denk dus ook dat hij weg moet gaan. Waar gaat hij naartoe? Fenerbahce heeft interesse getoond. Is dit de oplossing voor Blind? Naar mijn mening niet, want ik denk dat hij dan net zoals heel veel andere spelers gewoon alleen maar naar het geld gaat en daar niet heel goed zal gaan spelen. Misschien gewoon naar een lagere club in de Premier League, zodat hij daar nog eventjes kan meevoetballen. Dat zou leuker zijn, maar je kan ook zo'n overstap maken naar Fenerbahce. Die kan aan de ene kant ook wel best wel zien gebeuren. Een andere linksachter die heel veel in het nieuws is, is het Barcelona talentje Grimaldo. Of ja, hij was een talent van Barcelona, zeiden veel mensen. Heeft een overstap gemaakt naar Benfica en speelt daar op zich wel redelijk. Hij kan nu een overstap maken van Benfica naar Napoli en dat moet hij denk ik ook wel doen. Want bij Napoli, als je daar naar basis speelt, dan speel je natuurlijk op het hoogste niveau van Italië, speel je Europees voetbal en dat is een enorme stap als je daar ook met dat niveau kan meedraaien. Grimaldo moet er wel op links achter de strijd aangaan met Goulam, die ook een goed seizoen heeft tot nu toe. Dus dat zal hem niet heel makkelijk afgaan, maar toch denk ik dat het een goede stap omhoog is voor Grimaldo om zijn carrière nog een mooie kleur te geven nadat hij bij Benfica ook al prima heeft gespeeld in zijn thuisland natuurlijk. Kennen jullie deze speler nog? Ighalo noemde ik hem altijd, ik geloof dat hij ook zo ongeveer heet. Hij was een beest geloof ik op FIFA 16 was dat, toen had hij een team of the season bij Watford. Maar vervolgens ging hij naar China, hij ging naar CC Yatai, ik hoop dat ik het goed uitspreek, op het hoogste niveau in China. En nu zijn er toch weer geruchten dat verschillende clubs in Engeland hem terug willen halen naar de Premier League. Ik snap niet waarom die Ighalo weg is gegaan. Het is geloof ik niet een al te oude speler. 28 jaar oud, kon dus nog zeker weten wel een aantal seizoenen meespelen. En nu heeft hij naar mijn mening zijn carrière een beetje verprutst op het einde om naar China te gaan. Natuurlijk, alleen maar voor het geld. Kostte 24 miljoen voor de Chinezen. En ik denk dat hij binnen nu en 2 seizoenen weer terug is, weer terug speelt in de Premier League. Verschillende clubs zouden hem graag willen hebben. Clubs als Everton lijkt mij de meest realistische om naartoe te gaan. En het zou voor Ighalo enorm leuk zijn als hij een oude niveau, wat hij een paar jaar geleden bij Watford had, nu weer terug zou kunnen halen. In de Premier League. Ik hoop dat hij gaat, want ik vond het echt een hele leuke speler. Maar er zijn niet heel veel geruchten dat het echt gaat gebeuren. Hij heeft zelf gezegd dat het wel lastig is om zijn leven aan te passen in China. En dat hij het eigenlijk in Engeland veel makkelijker vond. Maar tot nu ook hier in China iedereen zijn kinderen op school deed en zijn vrouw zich zeg maar gesetteld heeft. Dat hij het ook wel niet fijn vindt om nu weer weg te gaan naar Engeland. Dat is een beetje een twijfelgeval. Zelf weet ik ook niet precies wat ik daarvan dus moet denken. Er wordt zo vaak en zoveel eigenlijk de afgelopen tijd gesproken over een nieuwe middenvelder bij Barcelona. Na natuurlijk de mislukte transfer van Coutinho naar Barcelona. En na ja, toch wel de onzekerheden over Iniesta volgend seizoen denk ik ook. Want het is ook niet zeker of hij natuurlijk dan nog doorgaat of een niveau nog wel heeft. Dit seizoen tot nu toe doet hij het heel goed. Maar toch is hij wel een beetje bezwakt bezet met Busquets, Rakitic, Iniesta. En dat was het dan toch al wel een beetje. Er zijn geruchten over veel spelers dat hij misschien naar Barcelona toe zou gaan. Natuurlijk weten we allemaal Coutinho. Die ga ik niet bespreken. Eriksen is ook wel eens genoemd geworden in veel artikelen. Ook die ga ik niet bespreken. Ik zie eigenlijk dat dat ook niet echt gebeurt. Maar dat er wel een aantal andere hele realistische zouden kunnen zijn. Een van die realistische transfers is dan toch wel Goretzka.
Goretzka, zijn contract loopt af en hij zou zomaar een overstap kunnen maken naar Barcelona en daar dan ook waarschijnlijk in de basis kunnen spelen, want ik denk dat hij het niveau wel heeft. Maar Goretzka is niet alleen heel erg geliefd bij Barcelona, maar ook bij Arsenal zouden ze Goretzka heel erg graag willen overnemen van Schalke. Ik zie dat ook wel heel logisch dat Arsenal dat wil, zeg maar ik weet niet of dat een goede keuze is voor Goretzka om naartoe te gaan. Op het middenveld bij Arsenal zal hij wel in de basis staan en zal hij zeker weten ook een hele belangrijke speler kunnen worden. En misschien doet Arsenal het binnen het beste seizoen wel heel erg goed en kunnen ze ook een keer een ronde doorkomen in de Champions League of zo. Maar ik vind Arsenal gewoon niet een enorm mooie club om naartoe te gaan, om een transfer naartoe te maken. Dus ik denk niet dat dat gebeurt. En Liverpool wordt ook al veel artikelen genoemd, maar ja, dat is ook wel zo'n club. Daar hebben ze al heel veel middenvelders. Ik snap niet waarom die daar naartoe zou gaan. Dan moet je eigenlijk concurrentiestrijd aangaan met Wijnaldum, Lallana, Henderson. Op het kan nu dan nog Coutinho bijvoorbeeld of Firmino, die staat ook wel eens meer naar achter getrokken. Ik zie hem daar niet naartoe gaan. Barcelona lijkt me op zich wel een leuke keuze voor hem. Of Arsenal, maar Liverpool is een no-go. En als Arsenal naast Goretzka doet slaan, dan kunnen ze nog altijd voor Yankto gaan. Een speler van Udinese, die toch nog wel vrij jong is en als een groot talent wordt gezien in Italië. Ja, ik denk dat dat ook op zich wel een goedkopere optie is voor Arsenal. Ik zie ze dit ook wel eerder doen, omdat Arsenal natuurlijk ook nooit echt veel geld uitgeeft tegenover andere clubs, laat ik het zo zeggen. En ik denk dat dit misschien wel eens een talentje zou kunnen zijn die later bij Arsenal het enorm goed zou kunnen doen. Ik denk dat ze die gok gaan wagen en ik denk dat we die speler in januari misschien wel naar Arsenal zien gaan. Ik had het er net al over dat er heel veel spelers bij Liverpool zijn. Maar één ding wat ik niet snap is dat er zoveel aanvallers bij Liverpool zijn. En ook weer dit seizoen nieuwe aanvallers erbij zijn gekomen. Bedenk het even. Coutinho, Firmino, Mane, Salah en ook nog eens Daniel Sturridge. En die valt volledig buiten de boot dit seizoen. Vorig seizoen onder Klopp wist hij al niet echt de basis meer te veroveren en had hij ook meer problemen met de trainer. Ja, dit seizoen natuurlijk met het halen van Salah die ook in de spits uit de voeten kan, zal Sturridge, en het is ook al zo, nog veel minder spelen. Bij AC Milan daarentegen zijn er heel veel problemen. Het halen van André Silva, Kalinic, die bedoel ik, ja, Nikola Kalinic, zijn beide niet heel goed en daar hebben ze beide niet heel veel profijt van gehad. Sturridge werd vroeger gezien als een van de grootste talenten van Liverpool, is uiteindelijk een beetje verzwakt en is het dus gewoon totaal niet geworden. Maar misschien kan hij zijn geluk vinden in Milaan en kan hij daar wel in de basis staan en scoren in de Serie A. Ik vind dat deze stap gemaakt moet worden voor hem en het zou een hele leuke transfer zijn die ik echt wel hoop te zien gebeuren in januari. Zien jullie dat ook gebeuren? Ik vind het best wel realistisch eigenlijk. Ik wil dan ook een Eredivisie transfer erin doen, namelijk Jeroen Zoet. Zijn er eigenlijk anderhalf seizoen zijn ze bij PSV er al bezig of hij nou blijft of hij nou weggaat. Nou, er zijn heel veel geruchten van clubs die al, scouts die al bij PSV zijn geweest, van United, van Atletico Madrid, van Benfica. Het zijn echt enorme clubs die, waar Jeroen Zoet naartoe zou kunnen gaan. Maar ik denk dat Zoet ook wacht op een club waarvan hij weet waar hij kan spelen later, wat hij enorm slim doet. Ik denk dat hij misschien wel naar gewoon een mindere club in de Premier League eerst moet gaan en daar zich moet bewijzen. Zoals bijvoorbeeld Jasper Cillessen misschien naar Newcastle gaat. Maar ik zeg je heel eerlijk dat echt een precieze club die echt duidelijk interesse toont in Zoet, die is er niet. Zoet heeft wel echt gewoon vaak al aangegeven in interviews: ik sluit niet uit dat ik in de winter weg ga. Ik wil op zich best wel naar het buitenland toe gaan, maar ik wacht op een goede aanbieding. Dat heeft hij heel vaak gezegd al ondertussen. En ik durf niet te zeggen naar welke club. Dat is ook totaal niet bekend, dus daar ga ik ook niet over. Ik denk gewoon naar de Premier League, dat zou meest logisch zijn. Maar wie gaat PSV dan als opvolger halen? Eerst werd als opvolger de naam Gomez van Watford wel even genoemd. Maar ik denk dat dit meer een grapje was vanwege een uit de hand gelopen tweet. Nou, het was namelijk zo dat PSV een tweet plaatste van welke speler had je het graag terug gehad bij PSV. Ik geloof dat het ongeveer zoiets was. En toen reageerde Gomez, mijzelf, of ik reageerde, in ieder geval zoiets was dat, ik denk dat ik het niet precies goed vertaalde. Maar Gomez zei voor de grap dat hij terug wilde naar PSV. Het zou zomaar kunnen dat die Gomez ook binnen nu en een paar seizoenen misschien wel terug gaat naar PSV. Daar had hij toch wel zijn beste tijd. Speelde op hoog niveau bij PSV, speelde Europees voetbal. Heel goed was hij, ook heel geliefd was hij. Maar ik zie dat niet echt gebeuren. Ik denk dat Paul Lopez, ik denk dat ik zijn naam verkeerd uitspreek, omdat het, ik ben geen Spaanse, ja, ik kan net niet heel goed Spaans, zou ik het zomaar zeggen. Maar ik denk wel dat deze keeper het ook in zich heeft om in de Eredivisie makkelijk mee te draaien. En ik zou niet weten waarom hij naar de Eredivisie zou moeten gaan. Toch staat eigenlijk vooral op nummer 1 deze keeper om naar PSV te gaan, omdat hij ook gewoon enorm goed is. Ik bedoel, hij speelt bij Espanyol geloof ik nu in de basis.
als ik het goed heb, is enorm goed in Espanol. En dan ga je denk ik niet naar PSV toe, maar PSV hoopt hem wel te halen. Het is wel pas zijn eerste seizoen in de basis bij Espanol en doet het pas een 15 wedstrijden speelt hij pas in de basis. Dus misschien is er dan toch een kans dat ze hem kunnen kopen, ook omdat hij heel jong en goedkoop is. Ik betwijfel het, maar ik hoop het voor PSV dat ze hem kunnen halen, want ik denk dat dat echt wel een keeper is met enorm veel potential. En het laatste waar ik het eventjes over wil hebben. Pierre-Emerick Aubameyang. Wij horen het veel, hij werd uit de selectie gezet. Hij kreeg rood vorige wedstrijd. Hij lijkt niet meer op zijn plek te zitten hoe hij dat was onder de vorige trainer bij Dortmund. Gaat Aubameyang weg bij Dortmund? Ik vraag hem af. In de zomer waren er al heel veel geruchten dat hij of hij weg zou gaan naar Paris Saint-Germain. Maar toen kwam Mbappé en was dat meteen van de kaart. Maar nu Aubameyang heel erg scheeflijk zeg maar, de selectie van Dortmund. Nu die gewoon daar niet goed overweg kan met de rest van de selectie. Komt vaak te laat op training ook. Lijkt het er toch misschien op dat hij weg zou kunnen gaan? De speler die laatst bij Dortmund de afgelopen seizoenen ongelooflijk goed deed. Gaat dit gebeuren jongens? Wat denken jullie ervan? Ik wil hier ook niet echt per se een club bijzetten waar hij naartoe zou moeten gaan. Chelsea wordt genoemd weer, Paris Saint-Germain opnieuw, maar dat vind ik heel onrealistisch. Ik denk misschien dat Chelsea op dit moment de meest realistisch is of Real Madrid. Want hij heeft ook al eens in een interview heel lange tijd geleden gezegd van ja, Real Madrid is mijn droomclub. Daar moet je natuurlijk niet heel veel van opvatten, maar toch ook zou dat kunnen. En als hij daarheen zou gaan, zou hij dan wel spelen naast Morata? Natuurlijk, Diego Costa gaat weg. Misschien met twee spitsen voor Chelsea, met daarachter Hazard. Het zou kunnen. Wat zie jij hier gebeuren? Ik wil hier nog niet echt een punt achter zetten met een club, maar ik wil het meer, je zeg maar, een vraagteken achterlaten, zodat jullie ook kunnen beslissen en denken wat jullie hiervan verwachten. Gaat Aubameyang weg? Ja of nee? Zet het in de comments hieronder. Ik vond het een hele interessante video met heel veel interessante transfers, waarvan ik zeker weet meer dan de helft ga verwachten deze zomer. En nogmaals, dit zijn ook transfers die geruchten zijn en dus deels gaat het allemaal niet gebeuren. Zo is een transfer van Goretzka naar Liverpool heel onrealistisch vind ik zelf, maar naar Barcelona weer een stuk realistischer. Ik hoop dat je begrijpt wat ik bedoel. Ik hoop ook dat je een hele leuke video vond, dat je allemaal mijn blimpje omhoog hebt gedaan. Geabonneerd op Twinity en dan zie ik je allemaal in de volgende video weer terug. En oh ja, als je nog op zoek bent naar een voetbalshirt, gogoalshop.com. Ga daar naartoe. Link in de beschrijving en later.